ben Sjouke Rikkering, omgevingsmanager bij Waterschap Rijn IJssel. Diederik Speksnijder, werkmanager bij Waterschap Rijn IJssel. En samen zijn we bezig met de bouwen van de windturbine te Duiven. Ja, we zijn inderdaad bij de bouw. Vertel eens, Diederik, wat zijn we aan het doen? Ja, we zijn vandaag beton aan het storten voor het fundament van windturbine 1. Oké, en hoeveel beton gaat erin? Er gaat 500 kuub beton gaat hierin. Je zult vrachtwagens met beton is hier al aan. En vandaag komen 60 tot 70 vrachtwagens om het beton te brengen. En er zal ook heel wat staal in zitten voor de wapeningen? Ja, het is echt een hele grote hoeveelheid wapeningen, noemen we dat, zit erin. Er zit 100.000 kilo staal, ton wapening zit hierin. Zo, dat is echt wel veel. We staan nu dichterbij de fundering, kun je het iets beter zien? Ik begreep dat vanwege het weer het uitgesteld was, de start van de fundering. Ja, dat klopt. 14 december zouden we gaan starten, maar tevoren het min 10 graden. En dat voor beton starten is dat niet goed. Dan bevriest het beton en wordt het niet meer goed hard. Dus we hebben het uit moeten stellen tot vandaag. En nu nog een bijzondere maatregel moeten nemen? Ja, we hebben van het weekend hebben we de hele fundering helemaal afgedekt met de folie. En we hebben daar warmtebronnen onder gezet, heaters. Zodat vanochtend met de stort dat het 12 graden was, zodat het beton goed gestort kon worden. Gaan we even bij de andere fundering kijken. Op naar de volgende. Diederik, waar staan we hier? We zijn niet bij het fundament van de windturbine 2. Maar zoals je ziet, zit hier nog geen beton op de wapening. Op het fundament. We hebben hier de wapeningstaven. Die zijn 3 tot 4 centimeter dik. Je ziet een heel groot aantal staven. Hier zie je de palen. De wapening van de palen. En we gaan tweede week van januari wordt hier de kist omheen gezet. Wordt alles klaargemaakt om beton te starten. En afhankelijk van het weer wordt de tweede of derde week van januari start hier ook een beton. Net zoals we bij windturbine 1 hebben gedaan. En we gaan weer verder aan het werk. Doei! Doei.